NEC heeft een anderhalve week in alle rust kunnen trainen zonder het nieuws te domineren. De hinterlandperiode is voorbij en ook de zenuwslopende transfer deadline is achter de rug. Voor trainer Frans van Gesthuizen is het allemaal heel duidelijk. Dat er wat jongens weggegaan zijn en dat we een aantal jongens teruggekregen hebben, waardoor we denk ik beter zijn geworden. Ik moet het eerst even vragen, Sian. Was jouw vader een enorme fan van de James Bond boeken? Nee, ik heb zo'n soort vragen wel eerder gehad, maar nee, daar komt mijn naam niet van. Nee, ik dacht, het is het. Ben je één keer normaal doen? Randy, ik probeer een interview te doen. Jongen. Nee, ik dacht, het kan geen toeval zijn, maar het is dus wel toeval. Nou, dan naar de wedstrijd, naar het voetbal. Je hebt nu een weekje meegetraind hier. Hoe bevalt het hier? Ja, goed eigenlijk. Zoals je ziet staan we lekker mooi in de bossen. Het is een mooi complex en de groep is goed. Staf doet het ook goed, vind ik. Die natuurlijk op een iets andere manier werken, maar dat voelt eigenlijk niet raar of anders. Dat gaat allemaal gewoon heel natuurlijk en goed. En we zijn naar een mooi doel aan het toewerken, zeg maar. We proberen steeds beter te worden. En voor mij is dat dan vrijdag de eerste wedstrijd voor. Ja, je hebt het over Velikonja en Fleming natuurlijk. Die heb je nou een week aan het werk gezien. Wat vind je ervan? Ja, wat ik zei, hè, sowieso de teampositie was voor ons echt wel in die zin een must. Je ziet dat Zian wel heel veel energie en power en kopkracht en stootkracht met zich meebrengt. Is vaak in de 16 van de tegenstander. Dat is ook zijn kwaliteit. Nou, zo'n type hadden we wel nodig. En met Etienne is ook een jongen die bezig is, die sleurt, die hard werkt. Ook een type die echt een teamspeler is. Nou, hopelijk kan hij dat koppelen aan doelpunten. Dus het zijn twee spelers die we zeer goed kunnen gebruiken. Hoe is het met hun fitheid en hun beschikbaarheid voor vanmorgen? Ja, beide fit en beschikbaar. Ja, je bent gehuurd van PEC Zwolle. Heb je gezegd, daar ben je nog niet klaar. Wat is de reden geweest, denk jij, dat het daar het eerste seizoen niet gelukt is? Nou ja, het eerste seizoen is een beetje een heel dubbel seizoen geweest. Omdat ik de eerste seizoen zelf eigenlijk heel veel gespeeld heb. En uiteindelijk ook gewoon vaste basisspeler was. Toen is er een hoop onrust in de club geweest. Met een trainersontslag, nieuwe trainer, nieuwe spelers. Daar ben ik toen een beetje het slachtoffer van geworden. Goed, dat gebeurt natuurlijk in voetbal. Dus de eerste seizoen zelf was eigenlijk goed verlopen. En de tweede seizoen zelf niet. En toen ben ik dit seizoen weer opnieuw voor mijn kansen gegaan. Toen ging het in het begin ook goed. Basisplaats veroverd. Alleen omdat we nog niet de punten pakten, hebben ze weer op de transfermarkt spelers aangetrokken. Wat voor mij weer alleen maar extra concurrenten zouden zijn. En de kans werd zeg maar kleiner op een vaste basisplaats. En ik kon erbij blijven en vechten voor een basisplaatsje. Of soms erin, soms basis, soms niet. Of invallen, maar een bewuste keuze gemaakt om voor volle 90 minuten eigenlijk elke week te gaan. En ik denk dat ik op dit moment zeg maar hier daar, dat dit de beste plek is. Dan naar Den Bosch, slecht begonnen, 4 wedstrijden en ook weer gewonnen. Ik neem aan dat jij het gezien hebt en dat je gaat zeggen dat het niet zo slecht is als dat het stand moet vermoeden. Ik zeg altijd, je staat vaak waar je staat, dus dat zal een reden hebben. Dus zij zullen zeggen dat ze niet zo goed gestart zijn. Nou, dat is een feit, want ze staan daar. Maar dat wil niet zeggen dat het een slechte ploeg is. Het kan heel veel afhankelijk zijn van het schema, wie hebben ze gehad. Ze hebben wel wat problemen gehad met blessures. Natuurlijk een hoop gedoe geweest met wel of geen overname. Ook een aantal spelers erbij gekregen die in de transferwindow. Dus ook een beetje zoeken voor ons van hoe gaan ze nou precies spelen. Maar we denken dat we genoeg informatie over ze hebben om te weten wat zij precies gaan doen. En dan bossen uit of ze nou onderin staan of bovenin staan. En vorig jaar stonden ze bovenin. Het blijft gewoon een hartstikke lastige wedstrijd sowieso. Ja, en zij stellen zich dezelfde vragen als jij mij stelt. Waarom staan we zo laag? Dus die zullen wel alles wel willen doen om thuis de eerste overwinning over streep te trekken. Want je toonde wel je talenten. Hè? Die 4 goals tegen de Graafschap voor de beker, daar ken ik je nog van. Dus je kan wel scoren. Ja, precies. Dus ik hoop dat je dat na dit seizoen ook nog over me kan zeggen. NEC was al lang op zoek naar een aanvallende middenvelder. Kun jij die grote verwachtingen waarmaken? Ja, dat weet ik niet. Dat moet natuurlijk nog blijken, maar ik ben hier natuurlijk niet voor niks en wat ik zeg, ik ben inderdaad ook nog niet klaar bij Zwolle. Dus ik wil zowel hier aan de mensen bij NEC laten zien dat ik het in me heb als bij de mensen bij Zwolle, als eigenlijk in heel Nederland in principe. Ja, weet je, je gaat voor het beste en je hoopt dat eruit komt. Het wordt een druk weekend voor de trainer en zijn selectie, want maandag wacht de volgende klus, de Graafschap thuis. Maar eerst in de Vliert, Den Bosch, NEC.